Een hele goede morgen. Welkom bij de 10e etappe van het Nederlands Kustpad, deel 2. Hier in Groet bij het Witte Kerkje. En we gaan die kant op. Loop lekker mee. De etappe begint hier heel leuk met een stukje duinen. En hij. 3 oktober, 7:45, ben ik vertrokken uit Groet. Loop hier dus door een klein stukje duinen. Via Petten richting Callandsoog. En hier kwam ik net deze markering tegen. En die is dus fout, want ik moet niet rechtdoor. We moeten hier dit pad volgen. En niet dat bospaadje daar zo. Wat ik wel deed, dus ik mocht even terug. Hier komen de Schoolse duinen uit. De bebouwing in. Ik liep net rechtdoor. Omdat de paarse lijn van de GPS dat aangaf. Maar ik moet volgens deze markering hierheen. En dat is me goed ook. Want die paarse lijn loopt een gebied in wat niet toegankelijk lijkt. Volgens de GPS-lijn van Wandelnet had ik hier ergens eruit moeten. Nou, dat lijkt mij geen pad. Dit is de Slaperdijk. Vroeger had je de Waker, oftewel de Hondsbosser-Zeewering. Dat is die dijk die je daar in de verte ziet. Dat was de Waker. Je hebt hier de Slaper. En dan had je een stuk verder de Dromer. Maar die Dromer is al tientallen jaren geleden weggegraven. Deze Slaper is de reservedijk. Maar die is waarschijnlijk ook niet meer nodig. Nu de Hondsbosser-Zeewering op dezelfde hoogte is gebracht als de Deltawerken. Even kijken wat er staat. Volgens mij gaat er over. We zijn bijna bij de Hondsbosser-Zeewering, maar zoals je ziet hebben we geen enkel duintje gezien. Dus het doet wel zijn naam recht aan met de smalste duinen van Nederland. We zijn deze dijk opgekropen. En we hebben het gevonden. De duinen. De smalste duinen van Nederland. Kijk, daar is de andere kant van de dijk. En dat zou wel eens het laatste stuk van de duinen kunnen zijn alweer. Want daar zien we in de verte de zee. Zo'n dijk was er misschien altijd wel van zand. Tot de Sint-Elisabeth-vloed en de Heiligervloed in de middeleeuwen dat helemaal wegspoelde. Tot op een gegeven moment het plan besloten was, het kan zo niet langer. Al die dorpen aan zee die verdwijnen steeds. Zoals Petten 1 en Petten 2. Dan moeten we maar eens een keer stoppen. Een halt roepen. En toen zijn langzaamaan hier de echte duinen met de dijken aangelegd. En hoe komt deze zeewering aan haar naam? Precies, Hondsbos. Er was hier vroeger een bosje. En de maat was, van dat bosje was een hond. Een oude oppervlaktemaat. 1/10 van een hectare. Nou, dan weet je echt alles. Moeten we wel even naar boven. Wauw. Het panoramaduin. Enige regendruppels. Hopelijk blijft het bij dit kleine beetje. Oké, hier weer een markering dat we naar links moeten. De Pettenmarduinen. We zijn er nou toch.
Lijkt een bunker. We hebben hier zelfs een stukje bos. Dat vind ik leuk. Dat is echt wel een variatie waar ik naartoe was. Toen ik heel lang op die Slapersdijk en de Wakersdijk gelopen. Dan is dit wel weer aangenaam voor de variatie. Eens kijken, zelfs een heel dennenbos. Een donker dennenbos. Het energieonderzoekcentrum TNO, locatie Petten, is hier. Het is zachtjes begonnen met regenen. Het heeft wat doorgeregend. Ietsje minder nu. Callandsoog. Dit was de laatste strand en Noordzeeblik van het hele Nederlands kustpad. De rest gaat naar het binnenland richting de afsluitdijk. Hier op de rand van het winkelpromenade bij Callandsoog eindigt deze etappe. Van gevarieerd, een klein stukje nog Schorrelse Duinen. Daarna veel op de Slapersdijk en de niet vergeten Hondsbosser Zeewering. Een klein stukje door de duinen nog bij Petten. En daarna een heel lang stuk over het strand. En hier aan de rand van Callandsoog eindigen we weer. Een leuke tocht, gevarieerd. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben als ik. Ondanks een klein beetje spettertjes. Toch een mooie tocht. Tot de volgende keer.